intocht van Sinterklaas in Almkerk verliep niet geheel vlekkeloos. Hoewel het uiteindelijk allemaal goed kwam, beleefden de kinderen een spannende middag. De Zwarte Pieten arriveerden op een ludieke manier, maar waar bleef Sinterklaas? Er was geen station in Almkerk. Nee, dat klopt, dat zal nog wel even duren. Hoe leef je hier het onder? Ja, we hebben maar gewoon op de volgende kaart. Eenmaal binnen kon het feest al snel beginnen. En de dansen, de zingen zijn zo blij. Doe mij een pepernoot en een lekker schuimie. En doe de loop maar een klein cadeautje bij. Echter bleek er zich een nieuw probleem aan te dienen. En jij ook al niet? Ja. Paarse Piet. Het zal eens een keer niet waar zijn. Weet jij waar het boek is? Ah, hij heeft het boek. Ik heb het. Waar dan? Had je het meegenomen? Ik zie geen boek. Ik denk dat... Maar dan weet ik toch niet bij welk kind welk cadeautje gebracht moet worden. Nee, dat ben. Dat kan ik niet allemaal onthouden. Het zijn al zoveel hier alleen al in Almkerk in Sinterklaas. Moeten zich voorstellen in het land van Neus en Malden en ja, in Nederland. Het kan zijn dat ik misschien daar ergens ben verloren. Misschien... Zou die ergens in de zaal liggen? Moeten wij even niet even zoeken? Even ja, zoek jullie eens. Pieter, ga eens even. Doe eens even. Maak jezelf nuttig. En help de kinderen misschien mee. En een mooi muziekje op de achtergrond. Dat kan wel. Eens even zoeken, jongens. De zoektocht leverde weinig op. En de politie moest eraan te pas komen. Dus u wilt aangifte doen van vermissing van het boek? Juist. Aangifte van de vermissing van het grote boek van Sinterklaas. Wat is uw naam? Mijn naam is Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas. En waar woont u? Ik woon in Spanje. Madrid. Spanje, Madrid. En dat boek wat u weg is? Is dat een groot boek, een klein boek? Het is een gewoon boek. Gewoon boek. Maar er zit een kruisje op. Kruisje op de voorkant? Ja. En wat voor kleur is dat boek? Meestal rood. De mevrouw van de bibliotheek leek de oplossing te hebben. Deze misschien. Oh. Een drie weer, hier de bibliotheek, voor de bibliotheek, hier de bibliotheek. Oh, wacht, even stoppen. Nou, ik zie wel iets. Maar daar klopt iets niet. Hier staat Noah Nieuwkoop. 4,5 jaar. En Nick. Ja, maar dat is een andere. 7 jaar, maar ik weet dat Nick, die heeft net zijn rijbewijs gehaald. Noah, die zie ik hier nog staan. Even uit het licht, even kijken. Ja. Thijs, Nachtzaam. Ja, die staat dat hij hier 3 jaar is, maar intussen kan hij al op zijn brommer rijden, op zijn scootertje. Ik denk dat jij een oud boek van Sinterklaas in de bibliotheek hebt. Ook de mysterieuze visser, die al heel de dag bezig was, had niet de juiste oplossing. Nou, Sinterklaas, ik heb goede hoek, wat goed komt, hoor. Kijk eens. Zo. Daar is hij. Ook dat bleek niet de oplossing, maar die was wel dichterbij dan we allemaal dachten. 1, 2, 3. Zou dat dan echt zijn? Is dit een... Nee. Daar ligt er nog een, ja. Oh. Dat had ik ook gezien. Ja, ik denk om een gelijk op te lossen. De politie doet er altijd heel erg lang over om het op te lossen. Dus ik denk, ik rek het even. Ja. Sinterklaas, zou dit het boek kunnen zijn? Zal ik eens even, mag ik er al aankomen? Dat is mijn boek. Eindgoed,
Al goed. Het boek kwam terecht. Het was tijd voor cadeautjes en een gezellige afsluiter tijdens de intocht in Alphen. Hey, wij weten de bezem, dat mag wel.